Deze nieuwsuitzending gaat over honden en huisdieren in het algemeen. En dat natuurlijk vanuit een metafysisch, christelijk dus, en ook Mohammedaans aspect. Dus dat wordt heel interessant. Ik heb Mohammedaanse vrienden en die hebben toch een hond. In de Koran staat zoiets dat je dat niet moet hebben. Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat je helemaal geen huisdieren moet hebben. Ik heb meegemaakt dat mijn balkondeuren open had. En mijn dochter was toen 12, 13. En die kwam dan bij mij en dan gingen we allemaal vogelvoer op het balkon leggen. En uiteindelijk is er dan een vogel bij mij in huis gevlogen. Of een duif, die kwam eventjes, oh, pik, 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 pik. En die kwam binnen. Ik vond het gezellig. Maar dat was omdat ik een dochter had. Die het zo leuk vond om naar die vogeltjes te kijken. Ik ga toch niet voor mezelf vogeltjes in mijn huis laten. Als ze echt per se binnen willen komen, ja, dan moeten ze dat zelf weten. Maar niet met je kop tegen de ramen aanvliegen. Want dan moet ik weer mijn bed uit en dan is een vogeltje gaan redden met een halve hersenschudding. Ik heb, dat heette diamantduifjes gehad. Lekker vrij in mijn woning, dat was leuk. Want iedereen was stom verbaasd. Van wat? Je hebt vogels en geen vogelkooi? Dat is me duur komen te staan. Die beesten hebben mijn toenmalige boekenverzameling gevuld met guano heet dat. Het is best goede mest. Alleen je boeken trekken er helemaal krom van. Want die vogels die schijten maar door. Dus wat moet je met dieren? In je huis. Wat moet je met huisdieren? Ik laat even een stilte vallen. Dat jullie goed weten waar het over gaat. Want er bestaat zoiets als dierenmishandeling. En dat zal je duur komen te staan. Mijn huisdieren, avontuur, leven, jeugd, dat begon door mijn vader. Die had altijd van die leuke ideeën. En die eerste hond, dat was een bokser. En die was zo dom. Dat hij dacht dat Kroos, er was een sloot bij het Amsterdamse bos. Die zat helemaal dicht met Kroos. En boksers houden helemaal niet van zwemmen. Dat zijn geen, een labrador of zo. Als je zo'n hond hebt, ja, die moet je bij het water weghouden, want hij duikt erin. En als hij eruit komt, dan zegt hij, oh, wat ruik ik lekker zeg. Alleen jij vindt het niet zo lekker ruiken. Met een hond die helemaal met die lucht van die grond naar boven komt. Nou, boksers doen dat niet. Maar die bokser die we toen hadden, die naam, die schiet me nu even niet te binnen. Zo dadelijk misschien wel. En die bokser, die was lekker aan het hollen. En die dacht, oh, daar is ook een mooie graspartij. Die dacht even te gaan lopen, zoals Christus Jezus, over het water.
Ja, dat liep dus echt af en het beest helemaal in paniek. Daarna begon mijn vader met tackles. En in die tijd hadden we ook een poes. En hoe we dat nou voor elkaar kregen, weet ik niet meer precies. Maar die poes was altijd buiten. En wij woonden 1, 2, 4 verdiepingen. 4 etages. 4 hoog. Die poes was altijd buiten. En als hij naar binnen wilde, dan kwam hij bij de voordeur staan en dan ging hij rustig wachten. Want we hadden geen kattenluik. Maar dat maakte die poes niet uit. Die had alle tijd aan zichzelf. En 's nachts ging hij jagen, beestjes vangen. En wij die poes een beetje bijvoeren. Nou, dat was best een leuke poes. En die honden die we hadden, dat waren in beginsel 2 of 3 tackles. Dat is van die, dat heet wel hansworstjes. Zo'n lang hondje met korte pootjes. Enorm goede konijnenvangers. Die beesten werden 3 keer per dag uitgelaten. Daar stond mijn vader op. En mijn vader moest naar zijn werk. Hij zei 3 keer per dag. Dus bij het ontbijt, van tevoren, gaan we eerst even wandelen met de honden. En als ik dan bij de lunchpauze van school even thuis was, moest ik ook die honden uitlaten. Voor het avondeten mag ook nog. En daarna nog, voordat je gaat slapen. Die poes, die wist dat. Dus dan liep ik met die tackles de trap af. En helemaal dat doe, 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 doe. Maar dan geen liften. Dat is een hele mooie flat hoor. Een flat waar je geen hartkanker van krijgt. Omdat je de hele dag moet je die trappen op en weer omlaag. Het scheelt je gewoon een ticket voor de, dit is een ding, zo'n sportinstituut. Dat doen de moderne mensen, doen dat, hè. Die gaan €50 per maand betalen om te sporten. Nou, in onze flat had je dat niet nodig. Het was iedere dag sporten. En die poes, die wist dat? Kennelijk hebben poesen dus een soort van horloge of zo. Dat ze weten van, oh, het is 11:15. Nou, dan ben ik er hoor. En dan stond die poes onderaan de flat. En die ging dus met mij mee. En die tackles een rondje lopen. Nou, en dan waren we uitgelopen. Die tackles hadden lekker in het bloemenperk. En dan ging ik weer omhoog met die tackles. En die poes ging de nacht in. Die poes had een poeswaardig leven. Die tackles ook. En dat kost een hoop tijd hoor. Dus hou er goed rekening mee dat als jij een huisdier neemt, dat dat beest naar buiten moet. En ga je daar je tijd aan lopen verdoen? Ik weet ook nog een keer dat ik bij een, iemand was in de rouw, want een familielid was overleden. Dat was in Westervoort. En thuis had ik 2 ratjes. En ik zei tegen die vrouw, die in de rouw was, ik moet naar huis, want ik moet die beesten eten geven. Is dat het waard? Moet je tegen iemand die in de rouw is zeggen van ja, het is allemaal leuk en gezellig, maar ik moet nu naar huis om de ratten eten te geven. En zij was ook pissed off.
Maar die ratten hadden een functie. En daar komt het op neer. Je mag best een huisdier hebben en dat moet een functie hebben. Dus jij hebt van tevoren nagedacht van ik wil graag een helper, een individu, een atoom op zijn Grieks. Hè? Ik wil een atoom hebben dat mij helpt. Ja, maar waarvoor dan? Wat is de functie van jouw huisdier? Wat voor gedachten heb je daar dan bij? Wil je dat huisdier hebben als een knuffel? Dan kan ik lekker de poes aaien? Of de hond? Denk je dat een hond gelukkig wordt door te weten dat hij een vacht heeft waar mensen met hun... Want een hond heeft een heel goed reukvermogen. Dus jij hebt een checkje gerookt of je hebt een wat ook gedaan. Je hebt de was gedaan. Je handen die ruiken. En dan ga je met die... in de neusgaten van die hond jouw stinkende handen over zijn vachten heen. En er zijn ook mensen die strelen een dier tegen de haren in. Want dan vinden ze een lekker gevoel aan hun handen. Ik vind dat dierenmishandeling. Het is terug naar het metafysische aspect. Want in de Koran, daar heb ik het werk, daar heb ik respect voor. Dat wil ik graag bestuderen. Ik zou me moeten aanmelden bij een moskee. En zeggen van, nou, hallo, ik ben een infidel in jullie ogen. Maar mag ik meedoen? En ja, ik doe mijn schoenen wel uit. Ik zorg ervoor dat ik van tevoren onder de douche ben gegaan. En Allahu Akbar. Ik vind het erg hoe mensen met dieren omgaan. Ik vind het niet oké. Het is niet goed voor je karma. Een karma. Niet alle christenen gelijk. Perry heeft het over karma. Maar karma is niets meer als de wet van oorzaak en gevolg. En heb jij een dier mishandeld? Is dat goed? Dat kan je niet verkopen. Je kan het niet verkopen aan jezelf. Ja, maar Perry, dat betekent dat ik geen dieren in mijn huis mag laten. Nou, niet echt. Als jij een dier kent en dat heeft helemaal niks. En je denkt, och, erm. Dan neem je zo'n dier in je huis. Maar dan heb je wel dat dier in je huis. En daar ga je voor zorgen. Dat is dan jouw atonement, jouw atonement, jouw boetedoening. Dat mag. Ik heb in een woning gewoond en daar in meerdere woningen had ik dat probleem met spinnen. En dan vooral van die grote joekels, van echte huge mofo's. En die weten overal naartoe te kruipen, ze vreten van alles op. En ze kunnen nog bijten ook. En dan krijg je toxine. Dan krijg je een stof in je lichaam. En dat is maar een heel klein beetje. Maar je voelt het wel. Met muggen heb je dat ook. En hoe ga je daarmee om? Nou,
Ik vang muggen, spinnen en vliegen. Niet om ze op te eten, want ik lust dat niet. Ook niet gefrituurd. Misschien dat muggenlarven. Het zou, als je een hele hoop muggenlarven hebt. En dan even frituren en van tevoren een beetje marineren met wat kurkuma. Misschien dat het lekker is. Maar muggen zelf niet. En die vang ik dan. Ik map ze niet meer dood. Ik zit hier gewoon een zware check te roken. Net als een of andere bijenhouder. Die doen het ook. Hè. Die hebben zo'n pijp. Zo'n imker heet dat. Die hebben zo'n pijp. En allemaal die tabakken. Smoky, smoky. Nou, dan blijven ze wel van je af. Dus wat moet je met een poes? Om daarmee te beginnen. Ik ga naar honden toe. Want dan mag je je ook afvragen, waarom zijn er alleen maar twee huisdieren? Namelijk poezen en honden. Ja, maar er zijn mensen die hebben marmotten en ratten. Ja, maar die zitten in een kootje, dat stelt allemaal niks voor. Het gaat met name om honden en poezen. Wat moet je met een poes? Ik heb een huwelijk gehad en die vrouw die had twee poezen. En die zat die beesten de hele tijd te plukken. Die haartjes eruit te trekken en dan gaan die poezen zo. Nou, misschien was dat leuk. Maar heb je daarvoor een poes? Kan je niet beter een knuffel kopen? Bij de Action. En de Action, dat is momenteel zo'n hele goedkope actiewinkel. Daar kan je knuffels kopen, die kosten 35 cent. Doe dat dan. Waarom een levend beest? Waarom laat je die poezen niet gewoon vrij? En je hond ook. Dus je hebt een hond, en daar komen we ze dadelijk op, want dat nut is van de hond. Laat dat beest vrij. Je hebt een goudvis, ja, de grootst mogelijke. Ja, maak een aquarium van 1,5 meter bij 50 bij 50 centimeter. Met rotspartijen erin. En een paar kikkers erbij. Maak een biotoop. Dat die goudvis echt denkt van, wow, heaven on earth. In plaats dat je zo'n beetje stopt in een kom. Ja, maar die goudvis die is zo dom. Die gaat de hele tijd in de rondte zwemmen en die snapt er helemaal niks van. Nou, ik kan je vertellen, die goudvis die jij in je kom hebt, die snapt wel degelijk wat er aan de hand is. En die voelt zich opgesloten. En dat gevoel van die goudvis die zich opgesloten voelt in die goudviskom, dat gevoel dat komt in jou. Zal ik het nog een keer zeggen? Het gevoel van een goudvis die opgesloten zit in zijn kom, en die heb jij dan neergezet. Jij bent verantwoordelijk voor die goudviskom. En die vis die zwemt de hele tijd rondjes. Die opgeslotenheid, die gedachte, want dat snappen ze. Dieren zijn niet dom. Ik heb dat gemerkt met een mug. Die had ik. Die mug zat mij te irriteren. Daar begon het allemaal mee. Want die gaat in mijn oren zitten. Daar is het lekker warm. En hij denkt, oh, hier kan ik wel eventjes. Net als George Bush met zijn olieboring.
boring, eventjes mijn bloed dingen zo. En die snapt ook wel, dat gaat hij in mijn oren zitten erbij, maar je komt daar niet in. Punt 1, ik rook. Punt 2, ik drink alcohol. En punt 3, ik ga niet elke dag onder de douche. Dus die mug heeft geen schijn van kans. Die komt daar niet doorheen. Die gaat niet bloed lopen trekken uit mijn oor. Maar zo'n beestje denkt dan, ja, je moet het positief zien. Net als Emiel Ratelband. Positivo, positivo. Dat heb ik ook zo'n beestje. Daar heb ik een waterglas overheen gezet. Hij ging zitten op mijn laptop. Ik denk, nou oké, nu you are the a-hole. Ik heb dat geleerd. Hoe dat moet. Kan je nog een cursus over maken op internet. Maar ik zou zeggen, je moet je glas juist aan de voorkant van de mug, daar moet je beginnen. Want dan gaat hij jump doen. En dan jumpt hij in het glas. En dan doe je het glas omlaag. That's it. En dan zit zo'n mug mooi opgesloten. Ik heb het gezien dat zo'n mug tegen mij zei, als het ware, van fokkerdie fok. En ik zei tegen die mug, jij moet je bek houden. Ik heb nu geen zin om jou los te laten op het balkon, want ik ga slapen. Weet je wel, het is 3:00 s'nachts. Ja, je gaat me gewoon je mond houden. En ik ga slapen. En als ik wakker word... En die mug had dat in de gaten, hoor. Die was hartstikke boos. Ja, wat denk je dan van die goudvis in jouw goudviskom? Of die hond die jij de hele tijd zit te aaien? Malebabbe, kom hier lekker, dier van plezier, lekker. Bah! Mijn vader, die wilde dan met honden en alles. En dan gingen we tackles kweken. Dat was mooi. Ik ben erbij geweest dat teefje wat we hadden, dat die kleintjes maakte. En die waren schattig. En zo blind. Honden worden blind geboren. En die zoeken dan de tepel van... En daarna kef. Ik vond het mooi. Ik vind het een goede beslissing geweest van mijn vader... dat hij mij en mijn zus dat liet zien. En zo heb ik ook de ratjes... in mijn woning gehad voor mijn dochter. Ga dat zien. Wees niet bang voor dieren. Heb respect voor dieren. Dat is een nut van een dier, van een huisdier, als je kinderen hebt. Stel je hebt geen kinderen, moet je dan een huisdier hebben? Waarvoor eigenlijk? Waarom moet je een huisdier hebben? Wat is de functie van dat beest? Qua honden, de beste ervaringen heb ik gehad met die grote honden. Dat was als eerste een Rottweiler. Die werd gebruikt in de oorlog als vechthond. Look it up op Wikipedia. Rottweiler. ROTTWEILER.
Rottweiler. Of nee, rot. Nee, je moet niet zeggen rood, je moet rot zeggen. Gevaarlijke honden. En wij woonden toen op die flats, 4 hoog, met die tackles. En mijn vader komt thuis met een Rottweiler. Ja, wist ik veel wat die man van plan was. Het liep allemaal goed af. Maar in eerste instantie was het lastig. Want dat beest, dat was een rashond. En mijn vader had een advertentie gelezen van een vrouw en die had een Rottweiler. En zij was bang voor dat beest. Het was ook een beest. En mijn vader is daar naartoe gegaan. Naar Rotterdam. En we woonden toen onder Amsterdam. En hij maakte kennis met die hond. Die hond heeft hem toen gebeten. Mijn vader die greep hem bij de keel. Die hond dus. Hè? En bracht hem naar de grond. Van wie is hier de baas? Jij of ik? En toen ging die hond een poes nadoen. Van miauw, miauw, miauw. Ja, vind je het gek? Je luchtbuis wordt dichtgeknepen. Door de hand van mijn vader, die de hele dag in de keuken staat. En die kan met pannen zwaaien. Die heeft eelt op zijn handen, van hier tot Tokio. In die tijd dan, hè? Want hij is inmiddels dood. Dus die pakte die hond. Nou, toen kwam hij thuis met dat beest. Ja, leuk is dat. En als ik de honden moest uitlaten, die tackles en die Rottweiler, nam ik een krant mee. Want die Rottweiler, met name, die tackles, moet je ook echt niet doen. Want tackles zijn gewoon zo eigenwijs. Die moet je de hele dag op konijnen laten jagen. Daar heb ik ook nog een mooi verhaal van. Maar dat moet je met tackles doen. Dan hebben die tackles een functie. Maar die tackles zijn een ontzettend eigenwijs. Maar goed, die mochten niet de trap aflopen. Dat is ook nog iets, hè, voor de dierenmishandelaars onder jullie. Als je een trappenportaal hebt, of een trapportaal. Je mag je tackle niet van de trap af laten lopen. Omhoog is geen enkel probleem, maar niet omlaag. Laat het even op je inzinken. Kijk, zo moeilijk is het om met dieren om te gaan. Mijn dochter heeft dan die ratjes gehad, 3 generaties. Heeft er 10 euro's gekost. Voor die tijd heeft zij een boekje gelezen over het leven van de rat. Dat je eerst snapt wat een rat nodig heeft. En een tackle moet je niet de trap af laten lopen, want dan krijgt het een hernia. En dat is niet leuk, want dan worden de achterpootjes verlamd. Dan kan je daar nog een rolschaats onder doen. En dan loopt die tackle nog vooruit op zijn voorpoten. En die is nog blij ook. Blijer dan jij. Maar hoe blij word jij van het feit dat je een tackle een hernia hebt bezorgd? Dus, als mijn zusje, die deed dat ook. De tackles onder je armen. Die beesten die wegen, wat is dat, 1 kilo? Nou, dat is makkelijk te doen. 2 flessen melk onder je armen. Loop je naar beneden, 4 etages omlaag. En die Rottweiler, ja, die redt zichzelf wel. Want die heeft een korte rug.
En een lage achterkant. Dus zijn voorpoten zijn groter dan zijn achter... Ja, niet... Ja, kijk het maar even na. Er zit een schuine lijn in. Een Rottweiler is een springer. Die kan je echt pakken, man. Ja, die Rottweiler... Die had ik niet aan de lijn. Dat mocht in die tijd. Tegenwoordig mag dat niet meer. Ik vind dat dat een verbod op moet komen. Je bent een hondeigenaar en je hebt hem niet aan de lijn. En als jouw hond, omdat hij niet aan de lijn zit, oude vrouwtjes gaat bijten, nou, dan krijg jij een boete. Is dat goed? Kom ik duidelijk over? Het is een schande dat je honden aan de lijn doet. Een hond luistert naar jou. Dus mijn vader zei, die Rottweiler doen we. Die tackles gingen ook niet aan de lijn. Ze waren hartstikke ongehoorzaam. Je moet altijd achteraan lopen. En uiteindelijk dan grijp je er gewoon eentje in zijn nekvel. En zeg je, nu is het afgelopen. We gaan naar binnen. Je bent uitgesnoven. Maar die honden die... En dan gaan ze... Met je pissen. Ja. Maar die Rottweiler dus ook niet. En ik kreeg... de instructie van mijn vader om een krant mee te nemen. Gewoon een krant die je uit hebt. Niet dat je die Rottweiler moet gaan voorlezen uit de krant. Ben jij gek? Nee, gewoon een oude krant. Of zo'n reclameblad dinges. En als die Rottweiler niet gehoorzaamt, zei mijn vader, dan sla je hem met die krant op zijn oren. En dat hielp. Dat was merkwaardig. Want we waren klaar een middag met het uitlaten. Ik vond het genoeg geweest. Ik neem die beesten mee naar buiten. En nu gaan die beesten weer naar binnen. Want ik ga beginnen met mijn vriendje te bellen of er naartoe te gaan. En dan gaan we go spelen. Want ik ben een mens, ik heb ook wel wat anders te doen dan honden uit te laten. En die Rottweiler had geen zin, die wilde nog buiten lopen. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik ook. Ik wil ook graag buiten lopen en gekke dingen doen met mijn vrienden. En ik sloeg Alaric. Zo is hij genoemd door mijn vader. Mijn vader heeft hem herdoopt. Want hoe Alaric heette, voordat hij Alaric heette, toen hij dus geboren, hij is geboren als puppy en was een rashond. En die vrouw heeft 800 gulden betaald. Kan je wel over nadenken? 800 gulden. Dat is tegenwoordig 2000 euro. En ze had hem, denk ik, Poepie Doepie genoemd. En mijn vader die noemde die hond Alaric. Goeie naam. Dus ik mepte Alaric op zijn oren met een krant. Een stuk, een soort slaastok. Maar een stok om te slaan. Maar dan niet echt een stok. Je beschadigt zo'n hond niet. Het is wel zo dat je eventjes tegen de hond zegt, waf. Want wie is de baas? Zorgt een hond voor jouw avondeten? Ik dacht dat het andersom was. Wij... Onze familie
zorgde voor het avondeten voor Alarik. En dat betekent dat Alarik precies doet wat wij zeggen. En niet andersom. Want wij zorgen voor zijn eten. Ja, snap je in welke duisternis je je gaat begeven als je een huisdier neemt? En neem dan vooral zo'n grote joekel. Ook zo'n drama gehad. Mijn vader die heeft een tackle-lijn gestart. En die heette Pertan. Dat was Perry en Tanja. Die moet je registreren bij een tackle-fokvereniging. En mijn vader had dat teefje van ons laten bevruchten door een goede mannetjestackle. Niet Sinjon van Dolo, dat was in die tijd een grote naam. Maar dat DNA van Sinjon van Dolo was besmet met incest. En mijn vader wist dat. Dus die had een andere reu. Je kent het wel, het heet fokken van dieren. Toen hadden wij een nestje. En dat was prachtig voor mij en mijn zusje om dat te zien. Hè. Ik doe even een blikje open. Het was prachtig voor ons om te zien. En er kwamen die kleine tekkeltjes uit. En wij woonden in Amstelveen op die lullige flat, 4 hoog, zonder lift. Want dan hoef je geen gymbelasting te betalen. Elke dag gymmen. En in Amstelveen heb je ook die rijke buurtschappen. En daar leerde hij een man kennen, of die had het gezien in het blad dat er puppies te koop waren. En hij nam er eentje af. Voor, ik denk, 300 gulden. Later hebben wij die hond teruggekregen. Want wat had die hond gedaan? Die hond lag te slapen op zo'n hele mooie bank. En dat wist die hond helemaal niet. Wist hij veel dat hij beland was in het huis van een antiek handelaar. En een seksverslaafde vrouw, zoiets was het toch. Of haar dochters waren seksverslaafd, dat weet ik ook niet meer. Maar die antiekhandelaar die komt op een dag thuis en die ziet onze hond, onze puppy, op de bank liggen en denkt, ik ga even knuffelen. De idioot. En zo'n hond ligt, zo'n tackle is een hond, hè? Dat is een konijnenvanger. En die wil naar buiten. Die wil ook veel slapen. En als die hond slaapt, dan laat je hem met rust. En hij niet. Hij dacht, daar ligt mijn poedelknuffel. Akel. Dat hij was, hè. Dus hij ging die hond lekker knuffelen. En die hond zei, beet. En die hapte. En die beet een stuk van zijn onderlip af. En bloedde als een rund, hè. En die man moest naar het ziekenhuis en die onderlip is gehecht. En als hij zijn baard, ik weet niet of die man nog leeft. Maar dan moet je er een baardje overheen laten groeien en dan ziet niemand het litteken. Maar hij had wel een verkorte onderlip. Ik heb het gezien.
Het verandert je gezicht. Er is een stuk van je onderlip afgebeten en dat wordt dan wel aan elkaar genaaid. En dan met van die biologische plastic lijm. En dan ziet het er nog wel uit, maar je kan zien dat die onderlip, dat daar een stukje van mist. En zo kregen wij die hond weer terug. Wij hebben die hond op Schiermonnikoog op konijnen laten jagen. En dat was leuk. Dan voelt zo'n tackle zich in zijn element. En wil jij dat doen voor een hond? Als je een tackle echt in zijn element wil laten kunnen zijn, dat jij de creator bent voor die omgeving, voor zo'n tackle, om helemaal een tackle te zijn, ja, laat hem jagen op konijnen. Ik laat even een stilte vallen, want ik vind dierenmishandeling het begin van mensenmishandeling. Nou, mijn vader had denk ik vooruitzichtgevoelens, want we gingen verhuizen naar Groningen. En toen veranderde de hele business. Want we zaten op het armste huisje, de armste boerderij van een terp. En een terp, dat is een opeenstapeling van rotzooi. Als het water komt, dan zitten we hoog en droog. Met onze billen op het vuilnis. Look it up. Ga maar op Wikipedia kijken wat een terp is. T-E-R-P. En toen kreeg die rottweiler een functie. Toen hoefde ik ook nooit meer de tackles en de rottweiler uit te laten. Wij gaven die beesten vuile pens, zo heet dat. Een vuile pens, dat is de lepmaag, boekmaag, de pensmaag, maakt niet uit. Alles wat mensen niet willen eten. Gewoon vuil, niet schoongemaakt. Want pens kan je ook schoonmaken. Die Italianen die kunnen dat. Die nemen de pens van een koe. En die maken ze helemaal schoon. En dan gaat er. Dan moet je maar even kijken in je kookboek. Het is te eten. Wij gaven die honden gewoon vuile pens. Van direct van de slachter. En die beesten die vraten, jongen. Heerlijk vinden ze dat. En geen enkel uitlaatschema. In die zin dat niemand hoefde die beesten uit te laten. Je hoeft alleen maar de voordeur. Of de, nee, de voordeur ging nooit open. Dat is ook zo'n Gronings gebruik. De achterdeur doe je open. En die beesten liepen in de rondte. Kijk, en dan heb je een hondwaardig leven. Want dan ben jij de bewaker van het terrein. En de buren kwamen ook bij ons klagen. Want die honden van jullie, die zijn wel heel erg territoriumbeseft. Ja, oké, okay. Daar heb ik ook last van gehad. Ik weet nog dat ik op een nacht, in die tijd, weet je, met seks en alcohol. En omdat je in Groningen, ik woonde toen in Groningen, dan moet je een fucking eind fietsen. En we hadden dan een oude stal. En daar zit een grup in. Dus ik lekker pissen in die grup. Wat maakt het uit? Er zit een afvoer. Dat gaat naar beneden. Dus niks aan de hand. Want ik kan ook wel pissen in het huis. Maar waarom zou ik dat doen? Dan moet ik het toilet doortrekken. En dan iedereen wordt wakker. En dan gaan ze vast tegen mij lopen zeuren.
Dus ik lekker pissen in de grub. En toen deed ik de deur open. En ik was dus een heel klein beetje vergeten dat Alarik daar lag. Ja, toen moest ik ook zeggen, hey, oh, 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 knuffel, knuffel, huggy, huggy, it's only me. Het liep fantastisch af, ik en Alarik. Ik ben de baas over Alarik. Of ik was de baas. Alarik is weggegeven, die is naar een andere familie gegaan. En die zal inmiddels wel dood zijn. Toen had Alarik een functie. Leuk, jongen. Want die terp waar we op zaten, dat was een doodlopende weg. Dus je kan 5 kilometer doorfietsen en dan heb je de laatste boerderij en dan staat er nog een hek. En dan kan je weer terug naar de provinciale weg. Dan komen allerlei toeristen. Die denken een fietstochtje te gaan maken. Ja, als Alarik in de gaten had van... Er komen hier allemaal mensen en dit is ons terrein. Want hier krijg ik te eten. En woef, woef, woef. En dan die tackles. Die deden ook mee. Dat is echt heel erg. De buren hebben terecht geklaagd. En wij, mijn vader, nee, wij gaan die honden niet aanlijnen. Het zijn onze honden. Wat maakt het uit? En die strategie van die tackles was, die waren dus black and tan, zo heet dat. Dan heb je een zwarte vacht en dan bij je wenkbrauwen, daar zit een bruin dingetje en op je borstkast ook. Dat is black and tan. Ja, die tackles hadden dezelfde kleuren als die Rottweiler. Dus die voelden zich één. Dus er ging Alarik. Die ging achter die arme toeristen aan. En die tackles van... You will never walk alone. Dus die liepen tussen de poten van die Rottweiler. Kijk, dan heeft een hond een functie. Dat is goed. Oké, en wat is dan de functie van een poes? Ik laat even een stilte vallen. Wat heb je aan een poes? Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, poes is om te aaien. Nee, daar houden poesen helemaal niet van. Poesen willen een wild leven hebben. Friedrich Nietzsche... Want ik praat geen bullcrap tegen jullie. Friedrich Nietzsche heeft gezegd, gij zult gevaarlijk leven. Dat wil een poes ook. En wat voor een gevaarlijk leven bied je dan je poes? Waar is je poes functioneel voor? Ik zou zeggen... muizen opruimen. Als je een graanschuur hebt of whatever. Misschien dat poezen ook wel kakkelakken eten. Dan ben je mooi van je kakkelakken af. Je hebt een poes in huis. Nou, iedere muis die is de bok. Dat is een nut van een poes. Niet om die poes te gaan lopen aaien. Laat die beesten met rust en geef ze een gevaarlijk leven. Als je het zo weet te doen, ja, dan mag je van mij zoveel poezen in huis nemen als dat je wil. Maar niet meer dan dat je nodig hebt. Jij bent de baas van de poes en niet andersom. Je bent verantwoordelijk voor zo'n dier. En niet andersom. Jij bent de eigenaar van dat dier. En niet andersom.
En poezen kunnen fantastisch. Ja. We hebben toen in Groningen, denk ik, ook poezen gehad. Maar geen kattenbak. Waarom een kattenbak? Poezen houden niet van kattenbakken. Die willen gewoon schijten in de vrije natuur. En waarom niet? Laat die beesten hun gang gaan. Ik ken een mooi verhaal. Het is echt gebeurd. Er is een man hier in Arnhem. Hij komt uit Wallonië. Dat is het oostelijke deel van België. Hij kan beter Frans dan ik. Hij kan misschien wel beter Frans dan de meeste Marokkanen. Want pas erop, hè, want Marokkanen zijn best goed in Frans. Frans. Als jij een jonge jongen bent, zou mijn advies zijn: neem een Marokkaanse vrouw. Hebben ze een mooie. Komt altijd goed. Een poes, die laat je muizen vangen. Daar komt het op neer. Kakkelakken, whatever. En die moet je de vrijheid geven. Maar waarom zou je dat doen? Is het jouw rol om een poes de vrijheid te geven? Als jij een graanschuur hebt met een muizenprobleem, ja, dan neem je een poes. En die ruimt dat op, gratis en voor niets. En verlang niet van een hond of een rottweiler dat hij muizen gaat vangen. Want een rottweiler kan geen muizen vangen, maar een poes wel. Of ratten. Zo hou je de boel in balans. Terug naar die man hier in Arnhem. En die kweekt salamanders. En die had een hekel aan poezen. Want die aten zijn salamanders op. Totdat er op een dag een poes, en dat was een rode kater, dat is een mannetjespoes, domicilie nam in die tuin. En die zag die salamanders en bleef daarvan af. Die keek naar die salamanders. En mijn vriend die zei tegen mij dat hij in eerste instantie, toen hij die poes zag, dat hij dacht: ik pak een steen of een stukje hout met spijkers erin en ik heb die poes dood, want die gaat mijn salamanders opeten. En toen kwam hij erachter dat die poes dat helemaal niet deed. Wat die poes wel deed, was dat hij de andere poesen, die dachten: hey, dit is de gratis snackbar van Emiel Ratelband en ik ga lekker salamanders eten. Ja, al die andere poezen die konden oprotten. En zo zit metafysica in elkaar. Het is lastig te begrijpen. Natuurlijk mogen poezen zijn, honden zijn, we mogen ze in huis nemen. En waarvoor? Die poes in de tuin van mijn salamander kwekende vriend, die poes had een nut. Dus die werd geduld. Want die salamanders mogen ook lekker vermenigvuldigen. Salamanders zijn mooi, zijn mooie dieren. En mijn vriend, die weet hoe je met een schep om moet gaan en dat je dan een waterpartij kan maken. Zeker hier in Arnhem, want het sterft hier van het water.
Die poes snapte dat. En at die salamanders niet op. Misschien dat hij een enkele salamander heeft gepakt. Want mijn vriend heeft hem, die poes, die toezichthouder, niet gevoerd. Dus misschien dat die poes een enkele salamander heeft opgegeten. Dat zou kunnen. En konijnen, denk daar eens over na. Wat moet je met een konijn? De huisdieren moeten een functie hebben. Je moet weten waarom je een huisdier neemt. Nou, er zijn veel mensen die zeggen, met een poes kan je niet uit wandelen gaan. Mijn dochter heeft nog geprobeerd om met de ratten uit wandelen te gaan. Dat zit er niet echt in. Dat kunnen ze niet. Honden wel. En dat is een reden voor mensen om een hond te nemen, want dan moeten ze 3 keer per dag gaan wandelen. Ja, je kan ook een smart app dingetje downloaden en die zegt, het is tijd om te gaan wandelen. Je moet, het is nu 7:30 en begin met je wandeling. Waarom heb je daar een hond voor nodig? Is dat ter maskerade? Ja, ik wil eigenlijk niet wandelen, maar ik heb een hond en dan moet ik wandelen. Ja, neem gewoon een smartphone. Dan zeg je tegen je buren, van ja, je vraagt je af waarom ik om 6:30 loop te wandelen. Dat is vanwege mijn appje. Het is dierenmisbruik, als je het zo ziet. Ik kreeg een pitbull terrier in mijn maag gesplitst. Dat was niet afgesproken. Ik had tegen die vrouw, echt een lekker ding. Daar heb ik nooit wat mee gedaan. Ik kijk er alleen maar naar. En zij splitste mij die hond in de maag. Was een pitbull terrier van 45 kilo. Ik wist hoe ik om moest gaan met die rottweilers. Dat had ik al geleerd. Dat zijn mean mofo's. En heb je zo'n hond in huis? En ik tegen die hond gezegd, jij gaat hier maar liggen. Dat was de kamer van mijn dochter. Dat was de voormalige kamer van mijn dochter. En ik heb zo'n leuke woning met allemaal balkonnetjes en lalala. Helemaal niet groot. Niks om jaloers op te zijn. En die hond was via het balkon in mijn bed gekropen. En lag aan mijn voeten. Wat een heerlijk beest. Ik heb hem netjes teruggebracht naar de kamer van mijn dochter en gezegd, dit is jouw plek. En ik slaap daar. En als er iemand binnenkomt, dan zeg jij woef. Meer hoef je niet te doen. Eenvoudige opdracht, eenvoudige taak. En shut the F op. En dat beest zo van, ja, ik wil het liefste aan je voeten liggen, want ik ben nog steeds een puppy. Ja. En je bent 45 kilo, mofo. Ja, hebben we hier in Arnhem die verlegde rivier.
Dat heet de Rijn. Die is uitgegraven. Dus doet er niet zoveel toe. Maar het is wel leuk. Je hebt zo'n waterpartij. En ik maak graag een wandelingetje. Als ik in mijn eentje langs de Rijnkade ga wandelen, dan word ik aangezien voor sodomiet. Alsof ik op zoek ben naar seks met jonge Marokkaantjes die daar in een leaseauto zitten met een iPad. En zitten te WhatsAppen met andere mokro's. Dus ik in mijn eentje kan daar niet een wandeling maken. Want dan komen de mensen op me af en die zeggen: Hey, sodomiet, ben jij hier op zoek naar seks? Wil je mijn kont zien? Dus dat doe ik dan niet. Terwijl ik wel het leuk vind om te kijken naar die verplaatste waterpartij. Dat heet de Rijn. Dat water dat stroomt zo. Dat is leuk. Ik had dus die pitbull terrier in mijn maag gesplitst gekregen en dacht, nou, het is tijd voor een wandelingetje langs de Rijn. En dan begin je aan de oostkant, dat vind ik dan het leukste, dan loop je stroomafwaarts. En die hond, jongen, die genoot. Aan de lijn, want het is tegenwoordig dus verboden om je hond los te laten. Ik snap niet waarom. Maar aan de lijn. Oh ja, want die vrouw was ook zo attent geweest om die hond bij mij achter te laten zonder mij te vertellen waar de riem lag. Jezus, mijn Christus. Dus ik heb hem... Een riem die ik voor mijn broek gebruik. Het is gewoon zo'n stuk leer met zo'n... Je kent het wel. En tegen hem gezegd van... Kijk, dit wordt de riem. En tot aan de portiekdeur mag je vrij. Maar als we naar buiten gaan... Dan moet dat ding om je nek. Nou, die hond was... Totally blij dat hij naar buiten mocht. Uiteindelijk heeft hij nog lopen schijten in een bloemenperk van de gemeente. Eindelijk van die rotzooi af. En dan moet je weer eten in die hond doen, maar het was een lieve hond. Ik had hem zo los kunnen laten. Want die mokrootjes, zijn het Koerdistanezen, weet ik veel... Maar van die mensen, die kunnen geen Nederlands. Van die meisje gaat met die jongen naar die feest in die dorp. Dat soort taalgebruikers. Gewoon een totale taalvervuiling. En dan lekker met die pitbull. Ik hoefde alleen maar mijn rechterhand los te laten. En dan wop. Kijk, dan heeft een hond een functie. En er gebeurde natuurlijk niks. Want die mokrootjes, of wat het ook maar is, de Koerdistanezen, whatever, die daar zichzelf lopen te vervelen en te denken dat ze kunnen zeiken over blanke mensen, want dat zijn allemaal homoneukers. Daar heb je dan geen last van. Want je hebt 45 kilo aanvalsapparaat aan je broekriem. En dan zo'n hond loslaten. Dat wist hij ook. Alleen, die hond wilde heel graag ook wandelen. Die wilde overal snuffelen. Die trok mij voort. Ik had hem liever losgelaten. We zijn nog afgedaald naar een geheime visplek. Die kan ik jullie zo verklappen. Je moet vanuit de Eusebiuskerk moet je naar de Rijn lopen. Die verplaatste rivier.
en dan stroomafwaarts. Dan komt daar een plek. En als je omlaag wil, kan je dat het beste doen op vier benen. Zo steil is het. En als je omhoog wil, kan je dat ook het beste doen op vier benen. Dan kruip je omhoog. Het is heel steil. Het is vlak bij die woonboten. En daar mag je vissen. By the way. Van God, hè? Daar kan jij je hengel uitgooien. Want er is geen enkele viscontroleur die afdaling doet. En je zit er helemaal verborgen tussen het groen, want al het groen dat groeit tegen de klippen op, ook in Arnhem. En die hond, die pitbull, die reesde omlaag en ik zei nog tegen hem van, ja, ik heb maar twee benen. Koel, 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 rustig, 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 rustig. En hij lekker drinken uit dat rivierwater. En toen was het tijd om naar huis te gaan, want ik kreeg het koud. En dan hij trok mij tegen dat taluut, heet dat zo, of een dijk. Hij trok me daar tegenop. Ik zei dankjewel. En naar de supermarkt om wat bier te halen. En ik heb dat netjes van tevoren tegen hem gezegd van je gaat aan de paal. Dat was ook geen discussie, dat had hij vaker meegemaakt. Ik had die vrouw ook nog gebeld van kan hij aan de paal? En die vrouw zei ja, met een korte riem, niet te wijd. En die hond lekker op zijn reet zitten. Ik nog een leuk gesprek gehad met die cashière of kassier. En ik kom naar buiten. Ik maak hem los van de paal. En hij hapte naar zijn riem. En dat begreep ik. Snap je mij? Want toen ik de deur uitging, in het portiek, was hij los. En toen we buiten kwamen, toen heb ik mijn broekriem, echt een broekriem, hè, om zijn nek gedaan. Net alsof ik overheidsverslaafd ben. Ik hou hem gewoon vast. En we waren bij de supermarkt geweest en hij wist de weg naar huis. Mijn huis op dat moment. Zo slim zijn dieren. Beesten. Die weten ook wel waar het huis woont. Dus hij hapt in de riem. In die zin dat hij zei tegen mij, ik weet nu de weg. En toen heb ik hem losgelaten. Natuurlijk. Als een hond in zijn eigen riem bijt, dan zegt die hond tegen jou, ik weet de weg. Als je dat avontuur aan wilt met dieren, om dat te ontdekken, hoe ontzettend intelligent, hoe ontzettend bevattelijk die wezens zijn, neem een huisdier. Maar niet voor je plezier. Dus
zo'n beest moet een functie hebben en die moet met je meewerken. Dat is een heel gedoe. En ik vond het leuk met die hond. Ik mis die hond. Ik vond het een aardige aanwezigheid die hij had. Hij at uit mijn hand. Letterlijk. Ik zat worst te eten met rode peper. En ik koop die peper bij die winkel die binnenkort failliet dinges is. Maar er komt wel een andere peperwinkel voor terug. Ik hou van pepers. Worst met peper. En die hond die rookt dat. En die komt op me af. Van. Dus ik heb. Deed ik een stukje worst in mijn mond. Een beetje doorkouwen. En dan uitspugen in je hand. En aan die hond geven. En toen die pepers. Eerlijk delen. Die hond die hield van mij en ik hield van die hond. Op dat moment. En zou je mij op mijn verjaardag een pitbull terrier puppy willen geven? Nee. Er zijn genoeg pitbulls hier in Nederland die uitgelaten willen worden. Doe me er maar zo een. Moet wel een gevaarlijke pitbull zijn en een beetje volgroeid. Maar ook als je een invalide pitbull hebt, wil ik hem ook wel uitlaten. Ik verzin wel wat. Wees voorzichtig met je omgang met beesten. Want wij zijn anders. Wij zijn creatief. Wij denderen door. Wij verzinnen alles en wij zijn de baas van de beesten. Ter afsluiting, er is een hele mooie band en die heet The Gift. En ze hebben zo'n nummer gespeeld wat ik onthouden heb. En dat optreden, dat was in Willem I, hier in Arnhem. De openingste, een soort van punk was het. Want we hebben niks, maar we maken wel muziek. De frase was, ik heb een brief gekregen van mijn hond. Ja, dat zit er niet in. Een hond zegt woef of waf. Een poes zegt miauw. En weet heel goed tussen de vazen en de bloemen door te lopen, zodat niemand haar ziet. Heel langzaam zo. En dan vangen. Misschien dat je poezen ook wel kan gebruiken om muggen op te laten eten. Dat zou kunnen. Dan heeft jouw huisdier een nut. Of een hond, in mijn geval, dat ik wil lopen stroomafwaarts bij de Rijn. Zonder lastig gevallen te worden door die domme mokrootjes. Of hoe weten ze? Koerdistanezen. Ja, mensen die geen taal kennen. Dan heeft jouw huisdier een functie. En dan mag het. Wat mij betreft.
hou goed rekening met de aanwezigheid van dat wezen. Denk aan Genesis, hoe alles tot stand is gekomen. De dieren waren eerder gematerialiseerd dan wij. Wij stonden in de, hoe heet dat? Niet de strafbank, maar de. Wij waren aan het wachten. Wij zagen alles. En toen mochten wij gematerialiseerd worden. En wij zijn de heerser. Wij zijn de Archon. Op zijn Grieks. En doe gerust. Neem een poes. Maar waarvoor? Niet om je poes de hele tijd te lopen aaien. Want daar houdt die poes niet van. Of je maakt die poes, je vermindert die poes tot een knuffel. En waarom zou je je poes tot een knuffel vernederen, verminderen? Ook met je hond. Dierenmishandeling. Geef, jij neemt huisdieren, ik vind het prima. Je geeft die dieren, de ruimte. Attack, attack, attack. Aanvallen. Geef die dieren wat te doen. En niet dat jij dat verzint, want dat was ook zo'n stom idee. Om een rattenkooi te maken met een tredmolen. Op zijn Engels een threadmill. Of een treadmill. Je hebt zo'n hamster. En, ja, die gaat wel lekker in. Dat is dierenmishandeling. En dat komt in jou terug. Dus jij mishandelt jouw dier. Hoe denk je dat God met jou omgaat? Dit is metafysisch gezegd, hè? Want de geest is datgene wat de materie veroorzaakt. En wat doe je dan met je dier? Jezelf een beetje ongelukkig verklaren? Ja, ik ben ongelukkig, ik ben opgesloten en ja, jij ook. Nee, homo. In de slechte zin van het woord. Ja, ik zeg het maar gewoon. Het is mijn schuld niet. Het is voor jullie om dit te begrijpen. Je mag een aquarium maken. Dat vind ik helemaal niet erg. Dan maak je een aquarium. Maar dan wel een aquarium waarin jij zou willen leven. Je kan vissen niet vrij laten. Dat klopt. Die moeten in water zitten. En je moet ze wel vrij laten. Ik vond het een goede verwoording van hoe je om moet gaan met honden, huisdieren. Ga ze niet beperken. Laat ze blaffen, laat ze wild gaan en hou het in de gaten. En wat heb je eraan? Denk daarover na. Wat is de functie van jouw huisdier? Stop met dierenmishandeling. Denigreer, verminder, dat is de andere verwoording. Denigreer die wezens niet tot knuffelpaal. Want anders ga je dood.
En dood ga je toch. Je kan ook doodgaan tijdens het leven. En dan ben je fucked. Dus daarom, wat in de Koran staat, dat je niet huisdieren moet hebben, waarvan ik net heb gezegd dat dat wel degelijk kan, als je dat nodig hebt. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. Wees in godsnaam een beetje nadenkend. Heb respect. En respect, dat betekent, heb een wederbezicht. Kijk opnieuw. Herstel je mening. Alsjeblieft. En we gaan dan ook respect hebben voor het feit dat er iets is en dat heet mensenmishandeling. Als je dierenmishandeling snapt, dan weet je ook waar mensenmishandeling over gaat. Jij bent een soort apparaat wat gestreeld moet worden. En joh, er komt Geert Wilders en die zegt dat alles goed is. Ja. Dus eigenlijk zeg ik dat iedereen een huisdier moet nemen. En ik zou zeggen, ja, vette rode katers die de muizen opruimen, voor zover je die hebt. Want als je geen muizen hebt en geen kakkerlakken, dan heb je ook geen poes nodig. Als je vervelende buren hebt, heb je gewoon zo'n woef woef. Of de politie komt op je af. De belastingdienst. En jij hebt 45 kilo liefhebbendheid in huis. Die helemaal met je meedoet. Kiezen, wat wil je? Een poes of een kat? Maar olifanten houden we niet als huisdier. Zijn werkers. Daar ga ik dan de volgende keer over door. Oude hoeren. De waarde van dieren. Ga daar zorgvuldig mee om. Alsjeblieft. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag lieverds.